Ja, maar je gaat dit niet op internet zetten. Hey. Hallo Lola. Hey. Hallo Lola. Een heel klein stukje. Het is zaterdag en ik wilde net zo de koffertje in gaan pakken en die komt al met de koffer naar beneden. Die heeft het zelf al gedaan. Maar ik denk, laat ik maar wel even gewoon gaan kijken wat ze er allemaal in heeft gedaan. Wel handig, want hoe goed het ook is, is 6, dus ze kan ook nog wel eens wat vergeten. Ik zie in ieder geval heel veel knuffels. Dit klopt. Even kijken. Pyjama, kleding, schoenen. Maar zit er ook ondergoed in? Ja. Nou, ze heeft het best... Oh, ik snap al. De koffer zit helemaal vol. Je hebt 2 vakjes. En kijk. Allemaal knuffels. Echt allemaal knuffels. En aan deze kant zitten ook gewoon nog knuffels. Dus ja, dan zit hij wel snel vol. Als je er, weet ik veel, hoeveel knuffels in doet. Maar ik prop deze even hier erbij. Want de toilettas moet er nog in. Die was ze dus wel vergeten. We hebben nu een prachtige oranje-gele slaapkamer. En als ik terugkom, is die, als het goed is, al heel ver wit. Ik filmde precies zo om je heen. En een bochtje. Ja. Aangekleed, opgemaakt. Ik heb dit pak en het shirt, dat is allebei van Ishii. Die heb ik vandaag aan. Mijn Guess sneaker wedges aan. En we gaan naar de auto. Sarah is heel leuk. We gaan naar André Kuipers. Dat had ik volgens mij helemaal niet verteld. Naar de show's, familieshow. Dus we gaan met 4 generaties. Sarah, dan ik, dan mijn moeder en dan mijn opa. En we hebben echt gezocht naar iets wat leuk is om met 4 generaties te doen. En na de show gaan we André Kuipers ook ontmoeten. Dus dat is helemaal leuk. We hebben een meet and greet. Dus ik ben heel erg benieuwd. Sarah is ook, die heeft een ruimtepak aan. André Kuipers ruimtepak, dus die gaat als astronautje mee. Heel leuk. Oh ja, en daarna gaat Sarah logeren bij mijn moeder. Die eet daar, die logeert daar. En dan kan hier vanavond gewoon even doorgeklust worden. Maar Marco heeft vandaag en morgen nog. En dan moet eigenlijk het grootste gedeelte toch al klaar zijn. Want daarna is die ook gewoon weer aan het werk. En dan moet alles eventueel tussendoor. Maar ja, dan gaat het veel minder snel. En we slapen op zolder. En ik vind het echt niet fijn op zolder slapen. Want dat is een ruimte waar helemaal niks aan gedaan is in huis. Dus ik kan niet wachten, maar ik kreeg een app dat ze over 3 minuten de deur uit gaan. Dus ondertussen moeten we naar buiten gaan. Collega, zo, jij bent de aarde, heel goed. Wat dacht je, die of die? Die. Alsjeblieft, oké. Jij die? Ga maar eens eventjes zo. Ja, hier staan dames en heren, dit zijn de planeten. André, we gaan op reis. Door het zonnestelsel. We beginnen bij Kiano, bij de zon in het midden, en dan gaan we vliegen. Welke planeet komen we als eerste tegen? Ja, de eerste is meteen de kleinste, en die lijkt een beetje net zo groot als onze maan ongeveer, dat is Mercurius. Mercurius, ga maar naast de zon staan. Heel dicht bij de zon, heel dicht bij de zon. Ja, die staat vlak bij de zon. Goed zo. Tof. Maar als we nou toch alle planeten hier hebben, misschien is het dan leuk om eventjes het zonnestelsel na te spelen met z'n allen. Ja, dat betekent dat jullie straks mogen rondjes om Kiano draaien, rondjes om de zon, maar wel in de goede volgorde, hè? Want de planeten kunnen elkaar niet inhalen. En dat geldt ook voor jullie. Doorgeven, van die kant zo, achter de techniek langs, hierheen, maar niet inhalen, dat kan niet. Steve, heb jij een leuk muziekje? Daar gaat hij, hè? Komt-ie. Oh, nee, hier ben je. Achterlangs. Kijk, Sarah heel graag voor je. Ja, ik ga op piano.
Maar wat er daarachter is, dat weten we niet. Want dat is, dat licht is er nog niet bij ons, dus dat kunnen we nog niet zien. Dus het is allemaal rekenwerk. Het zijn mensen die er allemaal heel goed nadenken, op een bord schrijven. En het is allemaal uitgerekend. Dat is heel moeilijk voor te stellen. Net zoals een lichtjaar, kan je eigenlijk niet voorstellen. Nou, we gaan samen de ruimte in. Vind je dat een goed idee? Nee. Ga je alleen naar de maan? Ga je zwaaien vanaf de maan? Zullen we dat doen? Uitstekend, Sarah. Heel goed. Nieuwe astronaut. Goed zo. Bij de thuis zelfs natuurlijk met mijn moeder mee. En ze is helemaal blij, want ze heeft de handtekening. En die staat op het toegangskaartje. Dus dat is wel heel erg leuk. Die doen we gewoon in de fotoboek erbij. En wat wil ik zeggen? Oh, ze was zo verlegen bezig. Dat ben ik echt niet gewend. Ze is nooit verlegen. En nu durfde ze de vragen niet echt meer te stellen. En allemaal dat soort dingen. En net ook met filmen. Dat was helemaal het plan. En nu was het opeens doodeng. Maar goed, het was verder hartstikke leuk en geslaagd. Dus allemaal prima. En Bas is hier nu. Die is heel veel bij Marco boven aan het kijken. En ik heb lekker thee gezet. Dus we gaan zo even met z'n drieën een bakje thee drinken. Heerlijk. Ik heb lekker spaghetti gemaakt in onze nieuwe pasta borden. Ik vind hem heel lekker uitzien. Ik vind het echt leuk, die borden. Had ik eerder moeten doen. En ik heb er 3 gehaald, dus ik wilde nog meer hebben. En aangezien Marco aan het klussen is, dacht ik dat het een heel goed idee was om deze kast leeg te ruimen. Dus ik heb hem al helemaal leeg gehaald. En soms ben ik echt bezig en denk, oh ja, ik vlog, laat ik de camera uitpakken. Ik heb alles hier neergezet. En ik ga echt alles gewoon in mijn hand pakken, uitzoeken. Dat echt er geen blaadje meer tussen zit, wat ik niet wil bewaren. Dus ja, let's do this. Al een heel stuk opgeruimd en toen was Marco klaar. En aangezien Sarah aan het logeren is, gaan we nu even naar Bas en Nisa. En we gaan even potje Alias spelen. Even eruit. En morgen weer verder. Ik heb alles laten staan, dus ik kan morgen zo weer verder. Alias! Nee. Jij kan niet. Ik heb een vlog, hoor. Hier. Nou, gelukkig heb ik geen blog, maar een vlog. Dat scheelt. Hier. En wie hebben er gewonnen? Haha! En wie kunnen dat niet hebben? Oh ja hoor. Nou, jullie hebben expres laten winnen, anders zijn we weer chagrijnig. Tuurlijk. Ja, tuurlijk Bas. Ja. Tuurlijk. Ben je me nou aan het filmen? Ja. Natuurlijk. Nee. Zeg maar, hallo Lola, wat Lola kijkt. Het lampje brandt niet. Hallo Lola. Nee, die brandt ook niet. Zeg je hallo Lola. Hij staat uit. Hier. Zeg maar hallo Lola. Lola. Ja, die kijkt. Zeg je hallo Lola. Wanneer kijkt Lola? Lola, wie is Lola? Wie is Lola? Wanneer kijkt Lola? Lola slaapt. Ja, maar Lola kijkt als Lola kijkt over een week. Ja, maar jij gaat dit niet op internet zetten. Hallo Lola. Hey. Hallo Lola. Een heel klein stukje. Je gaat hem niet internet zetten, jawel. Ik denk dat ik hem... Jawel. Maar ik denk dat ik hem daar gewoon mee open. En dat stukje. Dan komt hij namelijk 2 keer in beeld. Je gaat echt niet internet zetten. Jawel. Jawel. Ga je echt mijn advocaat leren kennen? Welke advocaat? Dikke advocaat. Ik wou het net zeggen. Die chickie met hele dikke eyeliner, weet je wat die is? Ja, die is goed hoor. Ja, hoe heet zij? Bram Moscovic. Nee, je zet ook zo'n rare naam. Jinek. Ja, zij verdedigt toch die tachie. Ja. Maar nou ga ik speciaal voor jou zo doen. Hallo. Maar zeg nou eens hallo Lola. Hey Lola. Ja. En dan? Dan zegt ze straks. Dan zegt ze even een week dag terug. Hallo. 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 Hallo Lola. Hij staat echt aan gewoon. Ja, tuurlijk staat hij echt aan. Wij zijn wel een jongetje bij elkaar. Thuis, deze troep is voor morgen. Ik hoop dat ik je dan weer zie. Laat even een duimpje achter en vergeet je niet te abonneren. Doei doei.